Vandaag in Kijk op de Rivierenwijk, de nieuwe wijkaanpakronde, maar eerst de oprichting van Stichting Even Eruit. Ria Eskens heeft samen met drie andere personen Stichting Even Eruit in het leven geroepen. Eind vorig jaar heeft zij met verschillende bedrijven matches gemaakt op de beursvloer. Woensdag werd de stichting een feit. Vol trots werden de benodigde actes bij de notaris ondertekend. Even Eruit gaat zich inzetten voor minder bedeelden in de wijk. Nou, ik liep al heel lang met een wens eigenlijk, een droom, een wens, hoe je het wilt noemen, om iets te doen voor de minima in onze eigen wijk dan. En dan had ik zoiets van, ik wil ze graag een keer op vakantie sturen. Ik weet gewoon hoe het voelt om echt een heel klein inkomen rond te moeten komen. En dan zie je allemaal mensen die op vakantie gaan en je wilt het ook zelf wel ervaren. Nou, ik heb dat zelf meegemaakt. Ik wil het ook graag voor dat andere mensen die in zo'n situatie zitten ook eventjes op andere gedachten komen, eventjes ontspannen. Al is het maar een weekje dan, en dat ze er weer even tegenaan kunnen. En jullie hebben dus het idee om een caravan ergens neer te zetten. Waar komt die te staan of hoe gaat het in zijn werk? Nou, wij willen het liefst dus een staakcaravan, permanent staakcaravan. En het liefst in een omgeving, in een bosrijke omgeving. We hebben een camping op het oog in Heino. En dat het in ieder geval niet te veel verder gaat kosten. Ik heb met verschillende winkels afspraken over statuspakketten. Dus eerst een stad in de caravan komen, statuspakketje klaarstaat, koffie, thee, suiker en dat soort dingetjes. We hebben van de Cambio toezegging gekregen dat we daar fietsen van kunnen krijgen. Nou ja, er zijn meer toezeggingen gedaan door allerlei bedrijven, dus we hopen dat we daarvan op aan kunnen. Als het aan mij ligt, dan wil ik het liefst deze zomer nog starten met vakanties. En de mensen kunnen zich gewoon bij jullie aanmelden of hoe gaat dat? Nou, mijn bedoeling is dus dat ik via de wijkwinkel bij ons in de buurt, dat daar mensen zich aanmelden en dat wij van daaruit de contacten gaan leggen. Stichting biedt niet alleen vakanties aan, eerst gaat zij verschillende activiteiten in de wijk organiseren. Nou, we hebben al twee dansavonden op het programma staan. We gaan bingo's organiseren, rommelmarktjes, van alles eigenlijk. Ik denk dat we eindelijk het begin hebben van een aantal activiteiten. Ria, die wat ze al gezegd heeft, wil graag een aantal activiteiten organiseren. Daar kan ik haar nog in ondersteunen. En dan denk ik dat uiteindelijk Ria op een hele mooie plek terecht kan komen. Dat ze alles gerealiseerd heeft. En het zal voor mij een leuke opsteker zijn dat we zover zijn gekomen. Ik was wel zenuwachtig, maar ja, het geeft een heel goed gevoel. En ik hoop ook echt dat het heel goed gaat lopen. De wijk is net gestart met een nieuwe wijkaanpakronde voor het jaar 2011 en 2012. De wijkaanpak is een methode waarbij bewoners nieuwe ideeën en wensen kenbaar kunnen maken om de sfeer en het klimaat in de wijk te verbeteren. De wijkaanpakronde is afgesloten en we starten nu sinds januari een nieuwe wijkaanpakronde. Die duurt 2 jaar en alle bewoners hebben hiervoor deze krant in de bus gekregen, de bewoners van wijk 3. Daarin worden bewoners gevraagd om ideeën te leveren voor de komende ronde.
ideeën die de sfeer in de wijk verbeteren, die het ontmoeten verbetert. En we hebben ook een aantal aandachtspunten. Dat is het spelen in de wijk. Vinden wij heel belangrijk dat daar aandacht voor is. Het ontmoeten in de wijk. En specifiek willen wij ook de ondernemers die in de wijk actief zijn. Of op het Deltaplein, maar ook zijn er veel ondernemers die vanuit huis werken. Om die een ondersteuning te bieden bij het runnen van hun zaak of het starten van hun zaak. En voor de oude wijkaanpak, welke ideeën zijn daar gerealiseerd? Nou, dat is dus één. Het Lingenpark is gerealiseerd. De tunnel onder de spoorbrug door. Goed, die moet nog gebouwd worden, maar die zit er aan te komen inderdaad. De keuken in de Venen is gebouwd inderdaad. We hebben net tijdens de kerstvakantie een aantal activiteiten gehad met jongeren. Waaronder een film, middagavond in de Venen. En een laser game activiteit op de crossbaan. Zeer geslaagd allebei. Verder zijn er nog meerdere ideeën samengebracht in dit park. Het parkeerprobleem is gedeeltelijk aangepakt. En er komt ook nog een toeristische wandelroute. En die komt ook hier door het Lingenpark heen. Vorig jaar is er begonnen met het opknappen van het Lingenpark. De werkzaamheden zijn momenteel nog in volle gang. Het zal ongeveer nog 2 weken duren voordat het park volledig klaar is. Nieuwe ideeën kunnen op de ideeënkaart worden ingevuld. De ideeënkaart is in de wijkrand te vinden. Er zijn eigenlijk is iedereen vrij om zijn ideeën te noteren. Maar om echt ondersteuning vanuit de wijkaanpak gelden te krijgen, moet het idee ook gedragen worden door in ieder geval 3-tal bewoners. Dus dat je met z'n vieren bent. De buurt moet ermee eens zijn. En er moet draagvlak zijn. Je kan bijvoorbeeld niet een disco beginnen in een van de huizen, omdat de buren dat waarschijnlijk niet fijn vinden. En het moet bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. En tot wanneer kunnen de ideeën worden ingezonden? Tot eind februari. Dan worden alle ideeën verzameld. Dan wordt er gekeken welke ideeën eigenlijk gewoon ideeën zijn die de gemeente zelf zou moeten uitvoeren. Dus die worden naar het meldpunt doorverwezen. Dan worden de ideeën gepresenteerd aan de buurt, half maart. En daar kunnen de bewoners worden uitgenodigd om een keuze te maken wat zij het belangrijkste vinden en waar die echt ook kans maken op ondersteuning met geld uit het wijkaanpakbudget. Maar wij zeggen wel, ieder idee wat ingeleverd wordt krijgt aandacht en zal geholpen worden om het uit te voeren. Ja, mochten mensen moeite hebben om het formulier in te vullen, dan kunnen mensen naar de wijkwinkel gaan die we hebben in wijk 3. En die zit in de Bron, dat is het activiteitencentrum aan de Spuistraat. En daar zit 's morgens en 's middags iemand achter de balie die altijd bereid is om samen met u deze kaart in te vullen en op te sturen. Heeft u een uitzending gemist en wilt u deze terugkijken? Gaat u dan naar onze website of YouTube.